Na een lange reis weten we eindelijk wie de slimste mens van 2023 is. Het is journalist Tom Klein. Een resultaat dat waarschijnlijk veel mensen zal verbazen, maar zeker verdiend is. Tom Klein speelde dapper en alert tegen twee ijzersterke tegenstanders Jurgen Tjon Afong en Nandi van Beurde. Klein stond voor aanvang van de slotweek vierde in het klassement en keerde daardoor dinsdag terug naar de show. Sindsdien probeert de journalist zich elke dag te kwalificeren voor de volgende aflevering. Van Beurde keert donderdag terug en Tjon Afong, de sterkste speler van de reeks van deze zomer, was vrijdag pas terug te zien in de finale. Het laatste gevecht was tussen Klein en Tjon Afong, aangezien Van Beurde eerder in de aflevering was afgevallen. Klein begon de finale met een voorsprong van 70 seconden op de theaterdirecteur, maar tot het einde bleef het redelijk in evenwicht. Klein won uiteindelijk met een juist antwoord over het eiland Bonaire. Hij wist dat het een Nederlandse gemeente was en won daarom. In zijn dankwoord noemde Klein zijn 14-jarige zoon, die hem eerder had overtuigd om mee te doen aan de wedstrijd. Wat we ook bespreken, ik heb gelijk, grapte hij. Klein ontving de trofee uit handen van Martin Rombouts, dichter laureaat van de Slimste Mensprijs van afgelopen winter. Linh nhận cúp từ Martin Rombouts, nhà thơ từng đoạt giải Nobel nhất vào năm ngoái.